Goedenavond, mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke stimpen-up demonstratrice in de prachtige stad Rotterdam. Ik werk heel veel samen met Melinda Meren onder de naam Lotte Stamping Fun. En samen hebben wij een Instagram-account, een Facebook-account, een YouTube-kanaal, een webshop bij stimpen-up en natuurlijk ook nog onze eigen website. Dus je kunt op alle verschillende kanalen kun je ons vinden. Alle materialen die ik vanavond ga gebruiken zijn van stimpen-up. Want in mijn kamer is niks anders dan stimpen-up. En ik ga vanavond denk ik iets leuks laten zien. Wat ik al zei. Ik vind het altijd leuk dat wanneer ik een bestelling mag versturen of mag weggeven, overhandigen, dat daar een leuk labeltje aan hangt. En ik dacht vanavond wel, weet je, ik ga gewoon even een paar labeltjes maken. En wat is nou leuker om deze stempelset te gebruiken? Hij heet de Decorative Borders. En die kun je vinden in de mini-kraas. Kijk, zover was ik dus niet voorbereid, hè. Even kijken. De Decorative Borders, die staat op bladzijde 47. Gelukkig dat er zo'n index in zit. En dit is ook, oh, dit is dan de stempelset. Er zit geen tekst in, alleen maar mooie bloemen en takken. En die kun je op allerlei manieren natuurlijk gebruiken. Je ziet hierboven dat er een aantal van deze takken in zijn gebruikt. Een beetje gestempeld op dezelfde kleur kaartstok, op een wit kaartstok. Gewoon wat leuks van gemaakt. Hier heb je deze stempel. En ik zal even een kaart laten zien die ik van de week heb gemaakt. Waar ik ook een heb gebruikt. Daar heb ik deze gebruikt. Dat is deze ronde. En die loopt zo mooi mee met een ovaal. Als je ovalen hebt. Dus die kun je daarvoor gebruiken. Er zitten geen stansen bij. Dus als je ze uit wil. Als je iets wil laten uitsteken. Dan moet je het zelf even knippen. Dat is dus zometeen ook het geval. Ik ga, dacht ik, vandaag werken met deze. En met die hoek. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou leuk maken? Nou, dat heb ik als volgt bedacht. Ik heb al stiekem hier wat klaar liggen. Dat al uitgeknipt is. Dus daar hoeven jullie niet naar te kijken. Als eerste dacht ik van, misschien is het toch handig bij het idee wat ik heb om daarvoor mijn stamperettes te pakken. Dat is die hele fijne stempelhulp. En daar heb ik dus die rechthoekige stempel. Deze heb ik daar opgezet. Je ziet dat de stempel een stukje groter is dan dat hij is op de voorzijde van de doos. En dat klopt omdat hier onderin staat dat de afbeeldingen 85% ware grootte zijn op de voorkant. Dus dat is altijd wel even goed om rekening mee te houden. Ik heb hier nog niet mijn kleurstiftje gebruikt. Want normaal maak ik daar altijd even een highlight. Ik dat altijd eventjes dat ik, als ik de doos pak, dat ik daarop attent ben. Dat ik weet dat de stempels groter zijn die in de doos zitten dan op de voorkant staan. Ik heb dus nu die vierkante border gepakt. Deze. En ik pak een stukje wit. En wat ik wil gaan doen, is ik wil eigenlijk deze nog een keer stempelen, maar dan haaks erbovenop. Dat was mijn idee. Dus ik ga dat maar eens even als eerste doen. Het fijne van de stamperettes is ook dat wanneer je die gebruikt en die afbeelding is niet helemaal netjes mooi donker geworden, dat je het dan nog een keer kan doen zonder dat er iets raars gebeurt. Nou, het is nu even een kwestie van een beetje meten, passen en meten. En ik kan hem straks al een beetje, dus ongeveer hier gaat hij liggen, denk ik. Zo. Dan moet ik alleen zo meteen hopen dat hij ook de andere kant nog kan pakken. Als je met de stamperettes gaat stansen of stempelen, dan is het handig om onder de plaat waar je stempel op zit, om daar een stempeldoos onder te leggen. Want die heeft hij even, zeg maar, iets meer, nou, ik moet zo zeggen, geen vering, maar iets meer steun. En als je dan je inkt gebruikt, nou, ik beïnkt hem dus vanaf zo, bovenaf. En dan heb ik hem net weer een stukje omgedraaid. Nou, het leek niet zo, nou, want ik ga toch knippen. Alleen, dat moet natuurlijk niet over mijn
magneetje stempelen. Nou, dat gaan we dan zo doen. En even kijken of die netjes is. Ja, die takjes zijn wel een beetje zwaar zwart. Ik doe hem even een stukje opnieuw. Ik vind dat niet zo mooi. Ze zijn een beetje te zwart. Maar gelukkig is het papier geduldig. Dus kun je dat gewoon nog een keer doen. Ik heb een magneetje hier liggen om dat klapblaadje zeg maar vast te houden. Zo een beetje hier neerleggen tegen de onderkant van de rand. Kijken dat hij er niet... Ja, zo niet. Nou, nog een keer inzepen met inkt. Beetje voorzichtig. Ik hoop dat hij nu niet zo heel zwaar zwart wordt. Daar. Hier bij de bloemen, zie je? Nu moet ik hem dus nog een heel klein beetje meer geven. Dus ik beïnkt dat nog een klein beetje. En zo, kijk of ik nu alles pak. Kijk, je ziet, je stempelt het dus nog een keer bovenop. En ik moet dat in de onderkant van de bloem ook nog een keer extra. Zo. Nou, die is wel heel zwart geworden. Nou. Het gaat even om het idee. Dan knip ik dit af. Dit stuk. Zo. En nu wil ik dus deze keurig netjes hier stempelen. Dan had ik ietsje meer ruimte moeten houden. Ik denk dat het wel lukt. Zo. Dan moet ik even... Ik zit wel te klooien hier vandaag. Zo. En dan moet ik die nog een keer stempelen. Dus dan maak ik er een vierkant van. Van die twee. Je kunt dit natuurlijk ook gewoon uit de hand doen. Hè? De eerste keer dat ik het deed, heb ik het gewoon uit de hand gedaan. En dat ging prima. Kijk. Een klein beetje donkerder zou die misschien wel mogen zijn. Vanwege het feit dat hij aan de andere kant ook wel donkerder is. Zo dan. Nou, dan heb ik het. Dan heb ik dus een vierkant gemaakt met die hoekborder van die decorative borders. Dus vanaf deze. Nou, dan halen we dit even weg. Zo. En dan is het idee dat ik dat ga kleuren. En ik dacht, dat ga ik dus kleuren met de InColors 2021-2023. Nou, 23 geeft natuurlijk al aan dat dat ten einde is. Dus bij het einde van deze catalogus gaan deze InColors eruit. Die heb ik net al gezegd, ik weet niet of je dat hoorde... maar dat, dat we in ieder geval weten dat er twee kleuren die vroeger in InColors waren, dat die terug gaan komen. Dat zou dus, geeft dus voor ons het teken dat er kleuren gaan veranderen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat één of meerdere van deze kleuren in de collectie van Stampin' Up, vaste collectie van Stampin' Up worden opgenomen. Daar weet ik niks van, nog. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat als deze kleuren er zo meteen uitgaan, en dat gaat natuurlijk vanaf 1 april, wordt er duidelijk wat allemaal eruit gaat. En als deze kleuren eruit gaan, dan is er dus niets meer te krijgen. Niet meer de cardstock, niet meer het lint, niet meer de navuls, dingen. Vind je dit dus nu mooie kleuren? En of ze nou weggaan of niet, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Maar zorg ervoor dat wanneer je dit mooie kleuren vindt, dat je in ieder geval nog de spullen op voorraad hebt. Want het is op het moment dat zeg maar, het eruit gaat... dan is het echt binnen een paar uur uitverkocht. Dus als je denkt van ja, die soft succulent, ik hoop zo dat die blijft. Dat vind ik een mooie kleur. Zorg er dan in ieder geval voor dat je een re-inker hebt. He, zo'n klein flesje om hem te vullen. Dat je misschien wat cardstock in die kleur hebt. Want het is doodzonde om dat dan straks als je dat straks niet meer kunt aanschaffen. Dus dat even een tip voor deze. Van deze vijf prachtige kleuren zijn er ook Stampin' Blends. En die heb ik er ook even bij gepakt. Niet allemaal zag ik, want ik had ook nog wat gele en roze.
Dus hier heb je de stamping bless. En eigenlijk wat ik nou wil gaan doen, is ik wil leuke labeltjes gaan maken met deze kleuren. Ik ga dus dit inkleuren. En ik heb voor mijn voorbeeld zometeen, wat ik bijna af heb en waar ik straks verder mee ga werken, heb ik de Fresh Freesia al als basiskleur gebruikt. Dan pak ik nu de Polished Pink, dus dat is lekker die knalroze. En daarmee ga ik die grote bloemen alvast kleuren. Dat zijn deze. Ze zijn behoorlijk zwart, maar dat was zometeen als het leuk. Dat zijn hele mooie grote bloemen dit. En die mogen die echt die harde kleur wel hebben. Dus ik begin met de lichte kleur. En ik kleur dus die bloemen even op deze manier. Ik vind het een beetje lastig om te zien wat nou bloem is en wat nou blad. Dus ik heb dat maar gewoon bedacht. Dat dit de grote bloemen zijn. En dat dit een soort van kroontje is als onder de bloem. Dus die kleur ik niet in die harde kleur. Maar die ga ik straks een beetje een groene kleur geven. Ik heb ze nu eerst licht gekleurd. Nu pak ik de donkere polished pink. En geef ik de zwarte lijnen een accent. Zie je? Dan zie je dus dat er wat meer roze komt te staan. En dat doe ik op deze ook. Ik ben absoluut, en dat heb ik al vaker gezet, geen kleurder. Ik vind de kleuren heel leuk, maar ik kan het niet zo heel erg goed. Maar ik vind altijd, het eindresultaat ziet er toch altijd waardig uit. Dan neem ik weer die lichte. En dan ga ik er nog een keertje overheen, zodat die donkere wat wordt afgezwakt. En het een beetje in elkaar overgaat. Nou, als je goed blendt, dan lopen de kleuren dus heel goed in elkaar over. En dan krijg je aan de achterkant op een gegeven moment de kleur ook weer terug te zien. Zie je? En hoe meer er kleur aan de achterkant zit, hoe meer en hoe beter het geblend is. Nou, daar heb ik dus die kleine of die grote bloemen voor gebruikt. Nou ga ik die kleine, deze bloemetjes, die ga ik de kleur Fresh Freesia geven. Dus een beetje dat paarsige. Nou, dat doe ik maar gewoon in één kleur, want dat is te klein om daar nog een nuance in aan te brengen in deze kleine bloemetjes. Dat geldt straks ook voor die andere kleine bloemetjes. Dus ik heb nu de donkere Fresh Freesia gepakt. Ook dan zo'n kleur die eruit gaat. En daarmee kleur ik die kleine, ja, ik weet niet. Je moet me ook niet vragen wat voor bloemetjes het zijn. Maar deze vingerbloemetjes, zeg maar. Dit lijkt net vingertjes. Zo. Dan zitten nog hele kleine mini bloemetjes verstopt hier achter die blaadjes. Ik weet niet of je die kunt zien. Ze zijn heel klein. En ik pak weer die schrijfkant, want die kwastkant vind ik voor nu niet zo handig. Dus ik plak weer die schrijfkant en ik ga die kleine bloemetjes even kleuren. Zo. En nu had ik bedacht dat als ik die labels ga maken, dat ik dus de grote bloem als hoofdkleur ga gebruiken. Dus ik ga straks verder met die polished pink. Dat is die kleur. En dan ga ik nog een beetje kleurtjes geven aan de blaadjes. Nou, er zijn twee groene. De soft succulent, dat is die hele mooie, ja, vetplantjesgroen vind ik het. En deze vind ik ook heel mooi. Die heet de Evening Evergreen. Daarvan ga ik werken met de lichte, want de donkere is wel heel donker. En het zijn natuurlijk hele kleine blaadjes. Maar die wil ik eigenlijk hier in die kroontjes verwerken. Dus ik ga met die donkere soft succulent even die accentjes aangeven. En dan ga ik er straks met de donkere soft succulent overheen. Dat kan. Dan is dit ook een blaadje. Dit zijn een beetje die blaadjes, ja. En dan ga ik er met de donkere soft succulent overheen. Dus dan zwakt die wat af, als het goed is. Ja, kijk, zie je? Zo. Oh, daar zit ook nog een blaadje wat ik moet kleuren, zie je? Of een bloemblaadje wat ik moet kleuren, zie ik. Het zit nog verstopt. Kijk, en nu zwakken dus die harde streepjes die ik net heb gezet. Die harde donkere streepjes, die zwakken wat af.
Omdat ik dat dus met die donkere soft succulent nog een beetje ja, minder donker maak. Ik moet daar nog dat kleurtje geven. Zo. En dan de andere blaadjes. Daarvan geef ik een streepje met de donkere soft succulent in het midden. Zeg maar voor de nerf. En dan kleur ik hem straks verder even met de lichte succulent. Zo. Dit is wel de meest ingewikkelde die ik maak vanavond. Die andere is wat eenvoudiger. En met de lichte ga ik die kleine blaadjes dus kleuren. En dan kan ik ook nog zeg maar dat mini blaadje hier kleuren. Zo. Leuk is het, hè? Het is echt een hele leuke set met al die blaadjes en bloemrandjes. En vooral ook omdat ze allerlei kanten opbuigen en je dus op allerlei manieren kunt gebruiken. Het heet de Decorative Borders stempelset. Zo. Nou. Oké, en dan neem je het allerleukste gereedschap wat Stampin' Up! Heeft, namelijk de pepersnips. En dan ga je knippen. En hoe ga je het knippen? Je ziet dat er, ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat hier ook een soort een lijn zit. Nou, die houden we als basis aan, die lijn. Dus we gaan niet verder dan deze rechthoek die gevormd wordt door die lijnen. Dus in principe, wat je doet, ik zal een beetje hoog proberen te knippen. Dan kun je het een beetje goed zien. Dus wat ik probeer te doen is dus bij die lijn te blijven, dan de rondom de blaadjes te gaan. In principe draai je je papieren en nooit je schaar of je hand. En je laat gewoon het papier draaien, zodat je dan het mooiste effect krijgt. Het is altijd heel fijn werk om dat te doen. Ik wou heel even laten zien hoe het dan zometeen bij die rand weer verder gaat. En dan hier die kleine bloemetjes even eromheen. Zo. En dan ga ik dus hier naar binnen. Tot aan die rechterrand. Hier, zie je? Zie je dat goed zo? Tot aan die rechterrand. En dan ga ik dus hier het blaadje uitsteken. En dan weer naar binnen. Tot de rechterrand en omhoog. En zo dan. Op deze manier. En zo knip je dat dan uit. Nou, en als je dat dan hebt gedaan. Kijk, dat heb ik gedaan. Dan heb je dit. Ik heb hem alleen dus in een andere kleur nu. Dit is in de kleur, de hoofdkleur Fresh Freesia. En toen dacht ik, ja, nou, dit wordt wel een leuk labeltje zo, om hem er straks op te doen. Maar ik moet natuurlijk ook iets van een ondergrond hebben om hem op te plakken. Nou, dat heb ik bij, heb ik het Fresh Freesia kaartkarton gepakt. En bij de andere die ik dus net heb gemaakt, zou ik dan deze nemen. Zo. Zie je dat die kleur van de... van het kaartkarton in de bloem terugkomt. Nou, als ik er een label van wil maken, dan moet hier natuurlijk hierboven ook nog wat gebeuren. Dus ik dacht, ik pak mijn Very Best Trio Pons erbij. En ik ga hier aan de bovenkant een labeltje maken. Nou kan dat heel makkelijk met deze. Want aan deze kant, als je hier ponst, dan kun je dus een rechthoekje afponsen. Wil je deze, dan krijg je een wat leuker, gezelliger bovenkantje. Het enige wat je bij deze moet doen, is heel goed opletten. Op het moment dat je deze gaat gebruiken, moet je altijd je papier niet, als je hem zo geponst hebt, zo draaien, maar altijd zo. Om dus een keertje klappen. Want anders krijg je een andere kant. Ik zal het even met een stukje laten zien. Jullie snappen natuurlijk helemaal niks van. Dat begrijp ik. Ik heb hier een stukje klad. Als ik nu deze bovenkant aan mijn label wil hebben. En ik ga hier ponzen.
dan krijg ik zo'n leukert. Als ik hem nu een kwartslag draai en ik doe hem weer op die manier erin, dan zie je dat het anders verloopt, dat de bovenkant anders verloopt. Ik heb aan deze kant begint hij bol en wordt hij hol en aan deze kant begint hij hol en wordt hij bol. Is dat, ik hoop dat dat duidelijk is en dat ik dat goed heb uitgelegd. Dus aan deze kant, als ik mijn pons zo neerzet, dan zie je dat hier dat bolletje staat. Wat hier dus nu uitgeponst is. En hier het holletje. Zo. Als ik hem dus, wat ik net heb gedaan, die kwartslag draai. En ik pons hem dan. Dan komt dus hier het bolletje en daar het holletje. Nou, als je aan de bovenkant kijkt, is dat dus niet een symmetrische bovenkant. Is ook heel leuk hoor, daar niet van. Maar over het algemeen wil je een symmetrische bovenkant hebben. Dus wat je doet, en ik doe het even aan de andere kant. Ik pons dus die eerste kant, zo. En in plaats van een kwartslag te draaien, keer ik hem om. En als ik hem dan pons, dan is die symmetrisch. Dan heb ik hier dus bolletje, holletje. En aan deze kant heb ik bolletje, holletje. Dus je moet hem klappen. Nou, dat ga ik doen bij mijn stukje kaartkarton. Ik pons hem en ik klap hem de andere kant op. Daar pons ik hem ook. En dan heb ik dus zo'n hele leuke bovenkant. En dus ik heb een bolletje en een holletje en een bolletje en een holletje. Dan wil ik hier in het midden natuurlijk nog een streepje om zo meteen een lintje doorheen te doen. Nou, dat is een beetje gewoon groeken in het midden. Zo. En dan heb ik mijn bovenkant van mijn label gemaakt. En het fijne van deze pons is dus dat je die een label kunt maken net zo breed als dat je zelf wil. Dit label is, wat ik had het net opgeschreven, 6,5 centimeter breed. Maar je kunt natuurlijk ook een small label maken. Je kunt een groot label maken. Je kunt natuurlijk ook aan beide kanten dit figuur maken. Zodat je een eigen label creëert. Alles is mogelijk. Nou, kijk. Dan gaat deze hier zo bovenop, had ik bedacht. En dat doen we met dimensionals. Dat was het idee. Ik heb hier nog wat reststukjes. Kijk, en de andere kant van het papier is ook altijd te gebruiken. Hè? En zeker wanneer je weet dat je die kant op gaat plakken, dan is het heel goed om onzeven ben zuinig. Ik ben geen zeel, maar wel zuinig. Ik pak even een Take Your Pick erbij. En ik haal mijn schutblaadjes eraf. Zo. En dan ga ik dat opplakken op mijn labeltje wat ik net heb uitgestanst. En dan het leuke is dus dat die blaadjes dus nog een stukje kunnen uitsteken. Zo. Nou, dan is dat in ieder geval klaar. Nu moeten we natuurlijk nog iets van het tekstje erop en een leuk lintje eraan en nog een beetje bling. Het tekstje wat ik had bedacht is misschien handig om daarvoor te gebruiken echt iets bijzonders. Dit is een stempelset die hoort bij een hele mooie stansset. En die heet de Something Fancy stansset. Dan zal ik even het voorbeeld erbij pakken in mijn stansboek. Even kijken hoor. Als die erin zit, heb ik ze nog ergens apart liggen. Ik heb hem nog ergens apart liggen. Maar waar? Ja. There's something. Fancy. Nee. Dan heb ik al mijn standsvoorbeeldjes behalve de Stomping Fancy. Nou. Nee. Die weet ik even niet. Nou. In ieder geval, dat zijn hele leuke labeltjes. En daar zitten ook hele mooie, smalle labels zitten in.
En dat smalle label past precies zo hier op fijne verjaardag en op gefeliciteerd. En ik dacht, dan kan ik die zo mooi daarop zetten. Dus ik ga een stansmachientje bijpakken, een kleintje. Ik ga een stukje wit erbij pakken. Want ik moet natuurlijk even stempelen. En mijn plaatjes om te stansen. Zo. En de stempel. Laten we maar een fijne verjaardag doen. Zo. Oh, dat is wel een heel groot blok. En dan doen we die daarop. Dan stempel ik de tekst in de kleur. Ja. Misschien wel gewoon in die hele mooie donkere groen. In de Evening Evergreen. Zo. Fijne verjaardag. En dan leg ik die er zo op. En dan draai ik die door mijn kleine apparaatje heen. Dit is de kleine Cut & Emboss. Er is ook een grote, maar deze kan 80% van alle standjes hebben. Ik pak ook een heel klein stukje washi-tape erbij, zodat het in ieder geval goed blijft liggen. Even kijken. Zo. Oké, ik leg hem erop. De stans, kun je dat zien? Nu wel. Ik leg de stans erop. Op het stukje papier. Ik leg hem even een klein beetje vast. Want het luistert toch wel nou dat hij een soort van recht er doorheen gaat. Wat ik doe is ik probeer hem zo lang mogelijk onder de wals te laten liggen die hierin zit. Dus dat betekent dat ik hem in de lengte erop leg. Niet zo, maar in de lengte. Stampin' Up! Heeft laatst een nieuwe tip gegeven. En dat werkt als een zonnetje, moet ik eerlijk zeggen. Als je de platen zo neerlegt, als in de vorm van een E. Je ziet nu misschien dat hier is een langer pootje, een korter pootje en een langer pootje. Het is eigenlijk een E'tje, dus, en aan de andere kant is het een uitstulpingetje. Maar als een E'tje, dus de grote poot, kleine grote. En als je hem er zo doorheen draait, dan pakt hij hem heel makkelijk op. Kijk, en dan draai je hem er als een zonnetje doorheen. Zo. En dan heb ik dus nu mijn labeltje gestanst. Het labeltje Fijne Verjaardag. En die gaat dan met Dimensionals ook op. Zo. En dan gaan we er nog wat leuk bling op doen. En dan is het eerste labeltje klaar. En dan gaan we er daarna nog eentje maken. Zo. Ook met diezelfde set, maar even een klein beetje anders. Zo. En ik haal mijn schutblaadjes eraf. Je krijgt dus door die verhoging al een hele leuk effect. Als ik hem dan zo een klein beetje ook nog half erop leg. Ik hoop dat het een beetje recht is. Denk het wel. Zo. En dan is het leuk om er een leuk lintje doorheen te doen. Even kijken. Ik heb hier dezelfde kleur als de... en ik heb hier de twee groene. Even kijken. Wat is leuk? Is dit leuk? De soft suède er doorheen. Of de soft suède, de soft succulent. We hebben hier de Evening Evergreen. Even kijken. Altijd lastig zo'n nieuw rolletje, want er zit een plasticje omheen. En dat is altijd heel strak. Zo. Ja, ik kom los. Of zal ik deze er doorheen doen? Dat is eigenlijk nog wel veel leuker, denk ik. Ik denk dat dit leuk is, die donkergroene.
Oftewel de Evening Evergreen. Een hele mooie kleur. Zo. Nou, je kunt dat natuurlijk op verschillende manieren doen. Ik vind het altijd leuk om zo'n label met... Ja. Met Whisper White ook nog vast te zetten. White Bakerstrijd. Ja, dat ben ik aan het zoeken. En dat zie ik nu even niet. Hoe kan dat nou? Wanneer heb ik dat voor het laatst gebruikt? Nou, dat is ook een goeie. Die zie ik nu niet. Dat is jammer. Even kijken. Zullen we dan de... Kan ik hier nog mee? Ik doe het wel met de gewone. Daar is wat. Mijn kleurtjes zijn op. Nou, jullie zitten nu maar naar een leeg scherm te kijken. Dat is ook niet leuk. Even kijken. Ik heb dit. Kan ik hem ermee vastzetten? Dat is ook niet helemaal leuk, denk ik. Of wel? Eens even kijken. Nee, dat is niet leuk. Ik kwam dit nog tegen in Mala. Ook leuk. Dat is Garden Green. Kan er ook wel doorheen. Maar dan moet ik een ander basislintje gebruiken, denk ik. Even kijken. Vandaan. Altijd een enorme... Oh, misschien zit hier. Nee. Een enorme klos met dat witte draad. Maar waar dat nou toch is, die zou ik eigenlijk wel moeten hebben. Want ik vind het eigenlijk anders niet leuk. Ik zit heel erg nog te zoeken. Nou, grijs vanille. Dat zit hierin. Nou. Het is echt wel serieus weg. Normaal vind ik het altijd wel, maar... Nou, wat een pech. Het is echt weg. Even kijken. Dan gaan we het anders doen. Dan gaan we het lint gewoon de twee dubbel doorheen duwen. Zo. En dan knippen we het af. Zo, op deze manier. Kijk, dat kan ook altijd, hè. En dan maken we gewoon aan de voorkant een mooi dingetje. Kijk. Zo kan het ook. Kijk, en dan kun je hem zo mooi afknippen. Een beetje schuin. Afknippen. De bovenkantjes. En dan is die natuurlijk helemaal leuk. Kijk. Dat hebben we alvast voor elkaar. En dan gaan we nog wat blinger opzetten. Ja, wat voor bling zullen we daar doen? Ik denk dat het leuk is om gewoon... Oh, ik denk dat ik een paar van de rhinestone'tjes... Dat ik die kleur in de kleur Fresh Freesia... Want dat past er natuurlijk helemaal goed bij. Dus ik ga die kleintjes even kleuren. Dat kun je heel goed doen. Dat kun je met de... schrijfpunt doen. Je kunt het ook met de kwastpunt doen. Dit zijn alcoholmarkers. Dus dat betekent dat die markers permanent zijn. En in principe dus de kleur dan krijgen die je erop doet. Dus in dit geval de Fresh Freesia. En je moet het ietsje laten drogen. Want het duurt altijd even iets langer voordat ze droog zijn. Maar dan krijgen ze dus heel mooi die kleur. Die jij ze wil geven. En dan kun je ze er gewoon lekker bij zetten. Zo. Misschien deze kant even nemen. Zo. Doen we er daarheen. Kijk, zie je dat hij nu een beetje die paarsige kleur... Ik zal hem zo even optillen. Ik zie het beter, denk ik. Dat hij dus nu die paarsige kleur heeft gekregen. Kijk. Dat goed zien zo. Jij?
Dus door die blends te gebruiken is de rhinestone, die dus normaal zo is, heeft dus nu de kleur gekregen van dat fresh freesia. Echt heel leuk. Nou, dat is alvast labeltje nummer 1. En ik zei van, ja, ik ga er nog één maken. Je kunt je voorstellen dat dus deze straks eigenlijk precies hetzelfde wordt. Alleen dan de achterkant krijgt van de polished pink. Dus echt die wel die hardere. En als je de peel papaya, dat is die oranjeachtige, als basis neemt, dan een peel papaya achtergrond natuurlijk. En dan krijg je dit als basis deze kleur. Dus dat is ook wel heel mooi om er dan achter te zetten. Als deze grotere bloemen die kleur hebben. Dus echt wel leuk. Dan had ik nog bedacht dat ik ook nog een ander labeltje ging maken. Namelijk een label met de lange... waar is die? De lange borderstempel. En dat is deze. Dat is ook een mooie bloem zit daarin. En wat blaadjes en nog wat kleinere bloemetjes. Een vrij grote stempel. Het zijn fotopolymeer stempels. Dus het is wel fijn dat als je dat gewoon los gaat stempelen. Dat je dat dan doet op een zacht matje. Ik gebruik daar altijd die piercing mat voor van Stampin' Up. Als ik als achtergrond een witte label wil maken. Dat was mijn idee. Dan neem ik graag de Basic White Thick. Dat is eigenlijk hetzelfde als de gewone Basic White. Alleen hij is wat dikker. Waardoor je er... dit is mijn restbakje. Waardoor je er goed op kan stempelen. Maar waardoor het ook gewoon wat steviger is. Kijk, dat is leuk. Een klein inimini kaartje als label. Ook leuk. Kijk. Dit is een klein kaartje. En daar past precies die stempel op. Maar het zal wel ietsje kleiner mogen nog. Heb ik ook nog kleiner. Toevallig in mijn bakje. Nee. Dan snij ik hem kleiner, want ik vind hem net even te groot. Ik heb nog... waar is het? Mijn hakketje. Ik heb nog een hakketje. Dat heeft Stampin' Up ooit als in, cadeautje gegeven voor mensen die zich inschreven. En de demonstraties konden dat bestellen. Dus dat heb ik toen gedaan. Even kijken hoor, hoe breed mag die zijn. Zo breed mag die zijn. Zo. Volgens mij is het helemaal vierkant, denk ik. Even kijken. Hij is nu 8 en een beetje. En nee, niet helemaal. Zo. Nu is hij wel even breed als hoog. Dus we hebben nu een vierkant kaartje. En op dat vierkante kaartje ga ik dat label stempelen. Deze. Dit wordt een vrij simpele. Maar niet minder leuk, denk ik. Ik stempel dus de inkt. Moet ik nu wel voor zorgen, want ik ga hem dus met de hand stempelen op de kaart meteen. Dus niet met de stemperettes. Dus ik kan niet nog een keer er overheen. Nou, zou kunnen. Dus ik hem goed mik. Maar dit zijn zulke fijne afbeeldingen. Dus ik kijk goed of de inkt heeft gepakt. En ik leg dus die kaart eronder. Of die mat eronder. Waardoor ik ietsje pietje meer vering heb. En dan stempel ik hem zo hopelijk. Goed. Spannend. Nou, prachtig. Al zeg ik het zelf. En dan gaan we die ook kleuren. En dat doen we natuurlijk ook dan in die kleuren van... de Stampin' Blends. Nou, ik heb net de roze genomen en de paarse. Hè, dus de Polished Pink en de Fresh Freesia. Dan ga ik nu de Peel Papaya pakken. Dat is die wat meer oranje. En daar ga ik de grote bloem van kleuren. Ik ga hem eerst maar eens even kleuren in... Het enige nadeel, als ik hem nu ga kleuren, dan heb ik hier dus zometeen aan de achterkant wel die blob van dat blenden zitten.
Maar dan kan ik altijd eventueel, als ik dat zou willen, nog een stukje wit achterzetten. Of ik kan deze nog een keer maken en dan erbovenop plakken. Maar ik ga gewoon nu even blenden. Dus dit is die peel papaya, de lichte. Dus ik ga eerst even die hele bloem kleuren. En even kijken of ik alles heb van de bloem. Zo. Nou, dat ziet er aardig uit zo. En dan met de donkere ga ik die lijnen aanzetten. Waardoor er wat meer tekening in de bloem komt. Zo. En dan ga ik er nog een keertje overheen. Voorzichtig met de lichtere. Het zijn natuurlijk allemaal hele kleine oppervlakjes. Waar je dus het effect van het blenden niet zo goed ziet. Als je vorige week hebt gekeken met dat kleine haasje. Hè, daar zag je dan dat op een gegeven moment die hele mooie ronding van zijn billetjes erin komen. Omdat je dan meer met dat donker en dat licht kunt spelen. Dit is niet de goede. De donkere soft succulent en de lichte soft succulent. Daarmee ga ik dan de blaadjes doen. Eerst maar even weer met de lichte gewoon het blad vullen. Jullie zijn rustig. Ik stel natuurlijk ook geen vragen. Dat is niet aardig van me. Hebben jullie een leuke dag gehad vandaag? Ik wel, want ik was met Martin op stap. Dat is altijd leuk. Toch met je echtgenoot iets doen. En dan pak ik de donkere en dan neem ik mijn donkere en dan ga ik dus even die nerven wat meer mee aanzetten. En dan ga ik er nog een keer overheen zometeen met die lichtere. En dan blend ik dat donkere van die nerven ietsje pietje uit. Waardoor het lijkt alsof er toch wat meer nuance in het blad zit. Zo. Nou, die hele kleine blaadjes heb ik ook geprobeerd te kleuren. Dat zijn natuurlijk echt wel hele kleine inimini blaadjes. Maar toch maar een beetje aanzetten. Zo. En dan heb ik nog twee bloemetjes over. Hier aan de zijkant. En ik denk dat ik die gewoon lekker knalroze maak. Wat vinden jullie ervan? Of zal ik ze paars maken? Roze of paarse? Mogen jullie, en neem ik een slok, mogen jullie zeggen wat je wil. Roze of paars? Ik was nadenken over de tekst die we er straks bij gaan doen. En hoe we dat dan doen. Oh, dat weet ik al, denk ik. Roze, zegt Carla. Oh, iedereen zegt roze. Nou, gaan we ze dus in roze doen. Zullen we beginnen met de lichte roze? En als we denken van hij moet harder, dan zeggen we gewoon harder roze. Oh, die is al wel behoorlijk tof. Kijk. Misschien moet ik toch even met die donkere eroverheen. Dan wordt hij iets dieper roze. Hij is nu wel heel fel roze. Kijk, dit is mooier. Zo. Dat ziet er wel heel mooi uit. Nou. En toen zei ik van, volgens mij weet ik het al over. Kijk, en, oh, het valt mee. Het is niet zo heel erg doorgedrukt aan de achterkant. Nou, dit wordt eigenlijk gewoon maar een heel simpel, klein, eenvoudig kaartje. Wat je gewoon aan een bos met bloemen kunt hangen natuurlijk. Maar er moet nog wel iets van een tekst op. En nu dacht ik dat het wel leuk is om bijvoorbeeld een wat grotere tekst te gebruiken. En dan de kleur van... deze roos er, of dat roze bloemetje bij te gebruiken. Dus wat ik dacht, wat misschien aardig is, is als we een tekst nemen in het wit. En daar doen we dan een roze label onder. Even kijken of dat wat wordt. Dan krijg je dit effect. Dat is denk ik wel leuk. Ik vind hem nog een beetje karig. Even kijken.
Dit zou er misschien bij kunnen. Aan de bovenkant. Die lange streep. Het is een beetje van die tattoo-achtige elementen, vind ik dat. Kijk wel eens naar Inkmaster. Vind ik echt heel knap. Ik heb zelf geen tattoos, maar ik vind het wel prachtig bij andere mensen. En vooral vind ik het heel knap hoe mensen tattoos kunnen plaatsen en zetten. Oh, kijk. Is dat wat, denken jullie? Als ik dit zo aan de zijkant door laat lopen. Is misschien wel aardig, hè? Dan moet ik alleen ervoor oppassen dat dat langste stukje er niet op gaat. Want die wil je boven die stippel houden. Ja, dat is best leuk, denk ik. Ik ga proberen dus om... heel voorzichtig. Ik kan het beter zo doen. Dat de inkt niet op dat laatste stukje van de stempel komt. Maar alleen op die driehoekjes. Zo. Hier een beetje weghalen. Zo. Als het goed is, heb ik dan nu alleen de inkt op de driehoekjes zitten. Ja, gewoon doen, hè? Vind ik ook. Zo. Een beetje erboven. Oh, ik kan het niet zo goed zien. Wou ik boven dat stippeltje doen, maar. Nou, weet je, ik zet hem gewoon neer. Zo. Nou, kijk. Is toch nog best aardig gelukt zo. Heeft het toch ietsje pietsje meer body. En dan moet hij aan de andere kant ook? Of wordt dat dan te veel? Nou, ik denk dat het leuk is. We gaan er gewoon een heel kadertje omheen maken met deze stempel. Dus ik doe nu voor de andere zijkant precies hetzelfde. Dus alleen maar tot en met de driehoekjes, de inkt. Zien jullie dat of zit ik dat buiten beeld te doen? Dus ik zet hem precies op het randje. Zo. En dan doe ik hem hier ook weer. Zo, net even een klein beetje boven het stippeltje. Hoppa. Zo, en dan doen we die helemaal. Dus nu doen we hem helemaal beïnkten. En dan, oh man. Lastig als je er scheef voor zit. Denk zo. Nou, dat is toch helemaal goed gelukt? Vind ik. En hij is nog redelijk recht. Terwijl ik er niet zo goed voor zat. Jullie snappen vast wel. Kijk, als ik hem rechter leg, dan gaat het beter, denk ik. Kijk, nu heb ik hem recht gelegd. Ja, dan valt het nog mee. Dan valt het nog mee. Zo. En dan doen we nog de tekst. En ik dacht, misschien de tekst bedankt. Of jij bent bijzonder. Oh, dat past natuurlijk niet. Even passen met... jij bent bijzonder. Waar ben je? Daar. Die is groter. Die is groter dan mijn stukje. Dus ik moet iets groter stukje wit pakken. Zo. En een blokje erbij. Jij bent bijzonder. Inkt. Ja, zwarte inkt, denk ik. Jij bent bijzonder. Oeh, die is veel heel dik. Even minder hard duwen. Die is beter. Zo. En dan gaan we die een beetje proberen recht af te snijden natuurlijk. Recht, zei ik. Bijzonder. Moet ik even naar die jij kijken. Ik denk dat jij bent. Dat staat natuurlijk recht. Zo. Hoop ik.
Jij bent bijzonder. Zo. En dan hier nog een stukje af. Je kunt dit natuurlijk ook allemaal met een grote trimmer doen. Als je niet zo'n klein... Maar dit is even makkelijk voor op het bureau. Zo'n kleintje. Zo. Jij bent bijzonder, maar dat had ik bedacht dat ik daar dus roze achter wilde zetten. Hij is een grote tekst, hè? Ik denk dat ik de tekst gewoon in de kaart stempel. Ik denk dat dat beter is. Nou, ik hoop van zegen dat het recht gaat. Het lijkt erop alsof hij er rechtop staat. Ik denk dat dit goed is. Zo. En dan moet er eigenlijk nog wat... Zou het leuk zijn als ik die, roze, die dingetjes roze ga kleuren? Ik denk het wel. Ik pak de stiftkant en ik van de ging de donkere roze pakken. Dit is de donkere. Ik denk dat dat best grappig wordt. Als je dan deze nog kleurt. Zo. En dan wordt het toch een heel leuk kaartje om aan een bosje bloemen te hangen. Met jij bent bijzonder. En doordat ik natuurlijk die aan weerszijde... Zeg maar het uiteinde van dat kadertje ja, niet heb doorgetrokken. Maar dat heb aangehouden als boven beneden. Krijg je toch een soort balans in de kaart. En dan moet ik deze ook doen. Zo. Een blingetje erbij. En dan zijn we er volgens mij. Een blingetje. En zullen we dan dezelfde truc uithalen? Dan gaan we de blingetjes roze maken. Even met de kwastkant deze keer. Drie blingetjes. In die mooie polished pink kleur. En dan deze er even bij pakken. Dan ga ik die natuurlijk ook nog ergens plakken. Hier één. En aan deze kant ook eentje. Zo. Ik denk dat ik het een beetje bij dat boeketje moet houden. En daar. Het is altijd zo lastig waar je die dingen moet plakken. Maar ik denk dat die zo goed is. Kijk, en dan heb je dus toch met een aantal stempels uit die ontzettende leuke Decorative Borders stempelset twee hele leuke, maar andere labeltjes gemaakt. En zoals je zag op de kaart die ik net liet zien, ja... Oh man, het is hier alweer echt in 2 seconden is het hier gewoon 1 hele grote puinhoop. Ja, ik heb hem. Maar ik heb hem gevonden. Dan zie je dus dat het allemaal hele andere stempels zijn. Ik zal deze even openleggen. Want dit is een andere stempel. En je hebt er heel veel leuke dingen mee kunt doen. Dus je kunt er omheen knippen. Je kunt ze gewoon zelf als zeg maar op, recht op de kaart of de label stansen. Je kunt het half uitknippen, tegen elkaar aanplakken. Dat kun je met deze natuurlijk ook doen. Hè. Dan kun je er 2 ovalen van maken. Is ook natuurlijk heel leuk. Op een ovaal label maken. En ja, er zitten nog veel meer leuke stempels in. Dus ik denk dat die vast nog wel een keertje terug gaat komen, deze stempelset.
dit was het eigenlijk voor vanavond. Ik ben ook al bijna een uurtje bezig. Twee leuke labeltjes. Dus gemaakt met de Decorative Borders stempel set. Die in de mini-catalogus staat. Leuke toepassingen. Leuke kleine elementjes ook nog die je kunt gebruiken. Op enveloppen of aan de binnenkant van de kaart. Dit was hem. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. En ik hoop dat jullie een gezellig weekend hebben. En misschien zie ik jullie volgende week. Mocht het nou zo zijn dat je dit kijkt, terugkijkt op YouTube. Dan zouden we het leuk vinden als je beneden in de infobox even een duimpje omhoog geeft. En ben je nog niet geabonneerd, druk dan vooral ook op abonneren. Want dan krijg je een berichtje op het moment wanneer je... wanneer er weer een nieuw filmpje staat. Ik vond het leuk dat jullie hebben gekeken. Jullie zijn echt wel mijn hele trouwe fans. Ik zie heel veel namen die heel vaak voorbij komen. Super leuk dat jullie er waren. Ik wens jullie een hele fijne avond. En wellicht tot volgende week weer. Doeg!